De renovatie van park Presikhaaf in Arnhem is bijna klaar. Het klapstuk van het park is een metershoge kunstboom. Twee Arnhemse kunstenaars leggen de laatste hand aan het werk. Park Presikhaaf is flink op de schop gegaan. En dat was nodig ook, want veel mensen voelden zich daar onveilig. Kunstenaars Gert-Jan Dunnewold en Jeroen Campagne zijn door de gemeente Arnhem gevraagd om van een oude, dode eikenboom een fantasieboom te maken. De meeste bomen die je ziet, dat zijn dan al gauw beren. En eigenlijk vrij vaak dezelfde objecten. Dus een adelaar met uitgespreide vleugels en echte totempaal, om het zo maar te zeggen. Maar het geluk is dat wij van de gemeente eigenlijk helemaal vrij werden gelaten in de vorm. En, ja, we hebben toch geprobeerd om het wat anders te maken, wat ronder, wat organischer. En niet te detailistisch, om het zo maar te zeggen. Je zou natuurlijk ook alles met een bijteltje kunnen gaan doen, maar we doen eigenlijk alles met de motorzaag. En, dat moet ook wel, want het is zo'n grote oppervlakte. Het lukt je met je bijtel en je hamer niet meer. De versierde kunstboom is volgens de gemeente het topstuk van het vernieuwde plantsoen. Ja, het is voor mij in ieder geval wel een klapstuk, want ik had niet zo erg in verdiept wat de boom precies zou gaan worden. Ik heb hem eerst zien staan toen hij nog gewoon als dode boom er stond. En ik vind het ontzettend leuk zoals het er nu uit komt te zien. Ik vind het echt een spektakelstukje. Veel mensen voelden zich de laatste jaren niet veilig in het onoverzichtelijke park. Het park is ruim 10 hectare groot, vergelijkbaar met 16 voetbalvelden. Om alles aan te pakken is ruim 2 miljoen euro uitgetrokken. Het is de bedoeling dat kinderen hier op een leuke manier in een natuurlijke omgeving kunnen spelen. En niet helemaal geprogrammeerd van hier moet je wippen en hier moet je schommelen. En we denken dat zo'n boom samen met die stenen eromheen, dat het een soort aanleiding is om allemaal spelletjes te doen of gewoon leuk bezig te zijn. Kleine kinderen is het heerlijk. Een beetje een sprookjesboom eigenlijk. Van alles te ontdekken. We kunnen er nog wel lekker over dromen en fantaseren, denk ik. 8 september wordt het park feestelijk opgeleverd.